uiteindelijk op de PC Hoofdschool aan de Escamplaan. Ruim een maand geleden is de zogenaamde Active Floor geopend. Bij mij staat Caroline Laanmaker, adjunct-directeur van deze mooie school. Wat kan je me voorstellen bij een Active Floor? Eigenlijk is het heel letterlijk. Het is een actieve vloer. Je ziet het hier ook achter. Er wordt een projectie gedaan op de vloer, waarbij kinderen vervolgens spelend en bewegend kunnen leren. Er zitten allerlei spellen in, educatieve spellen, waarbij allemaal specifieke doelen waar kinderen aan moeten werken worden behandeld, maar dan op een ontzettend levendige en leuke manier. En wat is de reden dat Stichting Haagse Scholen juist SKPC Hoofdschool heeft uitgekozen voor dit initiatief? De Stichting Haagse Scholen in het algemeen staat ontzettend voor dat kinderen vanuit nieuwsgierigheid leren. En dat wij ook de kinderen moeten voorbereiden op de toekomst. En wij hebben het geluk als school dat wij met het hele team hebben besloten dat wij al graag stappen willen maken in moderner onderwijs. Ja, en naast je staat Priscilla, leerkracht op deze school. Jij gebruikt deze Active Floor met de leerlingen. Wat voor activiteiten doe je ermee? Ik zit er vaak in kleine groepjes. En dan kiezen kinderen uit de klas en die werken dan op de vloer met een specifiek doel. Dus bijvoorbeeld tellen of dingen die ze nog lastig vinden of meer moeten oefenen. Daar zet ik hem bewust voor in. Maar je kan hem ook inzetten als beloning, als iets leuks, een leuk spelletje of dat soort zaken. Ja. Ik kwam een keer bij jou ook in de klas en toen zag ik dat leerlingen op school zelf moesten bedenken van oké, als ik nou echt kritisch naar mezelf kijk, wat wil ik dan graag leren? En toen zag ik bij jou in de klas ook dat jullie allemaal die doelen hadden verwoord, de kinderen zelf, en dat jij vervolgens de Active Floor had gekoppeld aan al die leerdoelen, ja, waarbij kinderen ook ingezet werden van het kind dat al snapt en het kind wat dat nog moet leren, om dan samen hier op de vloer daarmee aan de slag te gaan. Op een leuke manier. Ja, dus eigenlijk als het ware spelend leren. Ja, maar wat wel belangrijk is, dat naast het spelen op deze vloer kinderen ook leren programmeren. Want ze kunnen dus ook de programma's die hier aan verbonden zijn, kunnen ze kinderen zelf beïnvloeden. Dus ze kunnen gaan programmeren, spelletjes bedenken, ontdekken en maken. En als die dan goedgekeurd zijn, uiteindelijk door de makers van de Active Floor, dan zal dat wereldwijd op alle Active Floors mogelijk zijn om die te spelen. En wat vinden de leerlingen het leukste? Het is meer de vormgeving die ze heel leuk vinden, want het zijn vooral sta ik voor groep 1-2, dat die kinderen zijn nog vrij jong. De activiteiten vinden ze, hoe het wordt aangeboden, al heel leuk. En dat is al een spelletje aan zich. Dus vooral met piratenboten en ja, dat is hartstikke tof. Ja. Hij ligt hier in de hal of ligt hij ook in het klaslokale? Nee, we hebben gekozen voor een centrale plek. We hebben hier de hal waar iedereen makkelijk naartoe komt. En doordat we deze locatie hebben gekozen, is het zo dat kinderen vanuit de klasse zelfstandig hier naartoe kunnen. En dan eigenlijk vrij open en beschermd. Omdat de conciërges hier, de leerkrachten lopen hier. Iedereen heeft een soort oog op de kinderen als ze aan het spelen en leren zijn. Ja. En is de PCO-school de enige school die een Active Floor heeft? Of zijn er meer scholen? Ja, ik mag nog wel trots vertellen in Den Haag dat wij de enige zijn. Ja. Ik ben sowieso van mening dat scholen bij elkaar moeten gaan kijken om te zien of iets ook bij hun past. Maar ik denk dat de stap dan begint dat leerkrachten in Den Haag welkom of buiten Den Haag welkom zijn hier op school om te kijken hoe kinderen dat gebruiken en of dat past bij hun. En zo kunnen we met z'n allen denk ik de wereld net een beetje mooier maken. Wat vind je nou leuk? In de klas zitten rekenen of taal of met de Active Floor bezig zijn? Active Floor. Active Floor, en jij? Elke Active Floor. En wat vind je zo leuk aan de Active Floor? Alles. En lekker bewegen? Ja. En doe je het vaak? Doe je het iedere dag? Nee, weet ik nog niet. En welk spelletje vind je het leukste? Deze, Jungle. Dit is de leukste? Ja.